Vidox Media, de officiële videopartner van FC Os TV. Mede mogelijk gemaakt door Verbruggen Os. Laat zoals. Bij voorhand verliezen van dit jong PSV is niet heel erg gek gezien de begrotingsverschillen. Maar hoe sta je hier op dit moment nu? Wat voor emotie gaat er doorheen? Ik sta hier als teleurgesteld trainer zijnde. Dat lijkt me simpel. We leggen de eerste helft op de mat na de 0-1 die we jong PSV in de schoot werpen. Die in feite ver onder de maat is. Trekt zich het laatste half uur van de wedstrijd door. Daartussenin, na dat lampincident, zeg maar, heb je een kwartiertje waarin je wat druk hebt en ontwikkelt. Dan zou je het gevoel kunnen hebben met wat aanvallende wissels om misschien de 1-1 te maken. Dat gebeurt niet. En dat kan, dat is op zich geen probleem. Alleen dan helpen we jong PSV wel erg in het zadel door de 0-2 weer op een presenteerblaadje aan te bieden. Door een persoonlijke fout in de opbouw van onszelf. Ja, en daarna kan het 0-3, 0-4, 0-5, ja, noem maar op hoor. En daar ben ik uiteraard erg ontevreden over. Zwart op wit, een zwak FC Os of een sterk jong PSV? Een jong PSV wat een enorm veel kwaliteit heeft. Maar daar heb ik verder niks mee te maken. Ik betrek het op mezelf en op onze eigen ploeg. En daarin een ondermaatse FC Os gezien vandaag. Ja, we konden, hun speelden goed, het positiespel, de ruimtes werden groot. Ja, dan zie je dat ze allemaal goed kunnen voetballen. Ja, na de, ja, het lichtuitval hadden we eigenlijk iets meer grip. Dan hadden we een paar dingen afgesproken en het stond iets beter. Ja, en dan heb je geluk dat die penalty nog misgaat. Ja, en dan is het hopen dat je misschien daarna de rust een aansluitingstreffertje kan maken. Maar ja, dan valt dan net de 2-0, dus dan zonde. Is het dan een sterk PSV of een zwak FC Os? Misschien een beetje van beide. We geven hen ook de ruimte om te voetballen. En dan zie je dat ze dat hartstikke goed kunnen en genoeg kansen krijgen. Ja, op een gegeven moment hadden we nog een fase met Visayo dat we nog dicht tegen een aansluitingstreffer zaten. Ja, en op een gegeven moment valt het 3-0, dan is het einde wedstrijd. Hey, je komt lang van bestuurderleed af. Hoe was die periode? Ja, heel lang. Ja, de hele tijd binnen gezeten en dan zie je die jongens buiten. Dan vergeet je toch wel aan je om weer naar buiten te gaan. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik ga weer mijn best doen voor FC Os natuurlijk. Hoe lang en hoeveel weken gaat het nog duren voordat je weer in de basis staat? Ja, dat is aan de trainer. Ik zou elke training weer mijn uiterste best doen en laten zien dat ik moet spelen. En dan is het aan de trainer natuurlijk. Verstandige woorden, jongen. Ja, ik ben een verstandige jongen. De sports wellicht nu zouden willen weten is hoe gaat Klaas wel als hoofdtrainer hiermee om? Rustig analyseren, boos worden, kritisch zijn, praten, mensen op de donder geven, mensen complimenteren die dat verdienen. Zo gaan wij daarmee om. En dat hebben we ook gedaan toen we